Welkom op deze mooie zondagmiddag. Zondagmiddag waarbij wij gezamenlijk dit ritueel mogen vieren. Namelijk Gipangi. Gipangi. Hoezo? Waar? Wanneer? En waarom? In Breda. Terwijl onze voorouders uit het diepe binnenland van Suriname, vanuit Afrika naar Suriname zijn gegaan met die boot, met alle kennis van die nieuwe wereld. Die nieuwe wereld hebben we behouden, deels. Die nieuwe wereld hebben we overgebracht naar onze jongeren. Vandaag zullen we met elkaar delen en vieren de kennis van onze voorouders van de Maron-gemeenschappen. We hebben net gehad de rituele opening zoals het vroeger was. Voor hen die in iets anders geloven, namelijk de traditie van de Bijbel. Sommige mensen hebben nog die traditie van de Bijbel, maar vandaag hebben we het over de rituelen zoals die nog puur waren toen onze mensen, de eerste mensen van ons, met de boot van Afrika naar Suriname kwamen. Zometeen hebben we een presentatie, een expositie, dat ziet u op de banners. En daarnaast hebben we dan dus voor u klaargezet het culinair erfgoed vanuit de Maron-gemeenschappen, dat we alleen maar gebruikt hebben, de zaken die we voor het eerst namen, dat was het suiker. En daar hebben we dan eigenlijk een suikerfeest klaargezet vanuit die Maron-tradities, wat we allemaal met suiker kunnen doen. We hebben daarnaast Gikoi, en dat is dan buiten, samen met de heren van Jonkosje. En dan hebben we dan het diner. En afsluitend hebben we dan gezellig samen zijn. We zien op de eerste plaats zien we dan de moeder. Moeder Aarde. Mama Aida. Ja? Oké, super. We hebben de eerste periode, is het de Poe Ado. Wanneer het kind geboren is, die op die arm van die oma zit. Dan hebben we eerst de Poe Ado. Wanneer een kind geboren wordt, na 7 dagen, dan hebben we dan bij de jongens 8 dagen voor het kind naar buiten komt. Dan wordt je afdekking erdoor. Dan hebben wij de ceremonie van de akkar, de kracht. De kracht is de traditionele gezagsvorm. Want wij hebben dan de gamang. Onder die gamang hebben we de ede kabiting, de kabiting, ede basia, basia. We hebben daarnaast ook nog lanti angafoluku, die dus deel uitmaken van het traditioneel gezag. Het tweede is dan de gikwe. De gikwe is wanneer een meisje 12 jaar is, is eigenlijk de tweede wijze waarop wij een traditie hebben. Ik ga het even laten zien. Als meisje van 12 jaar krijg je een touwtje om je middel. Het wordt gebonden
om je schaamdeel te binden, dicht te maken. En dit doekje is heel erg belangrijk. Want bij het leven krijg je dit en je moet het je hele leven lang bewaren. En het wordt voor je aangetrokken. Wanneer je overlijdt, dan is dit ook het doekje die in de kist moet gaan. Ja? Dus daarom is het belangrijk wanneer je kwee of koyo krijgt, is het belangrijk om dat doekje waarmee je schaamdeel is bewaard en gedekt, dat je het heel goed bewaart. Bij deze ceremonies hebben wij dan de cadeaus die je krijgt. Het immaterieel erfgoed zoals het materieel erfgoed. Want het lichaam is verweven met de kracht. En het is verweven met de cadeaus die je kreeg vanuit de vadersfamilie als meisje. Ja, de zussen van de vaders die zorgen voor jou. Ze geven boodschappen. Die boodschappen vinden we plaats in de plaatsen in de doeken. Vroeger was het altijd katoen. Het is een model die wij gebruiken om een boodschap door te geven. Het is een boodschapper. Als kind weet ik nog, 12 jaar, je krijgt een koyo of je krijgt een kwee. Dan moet je naad staan voor je familie, de zusters van je vader, om dan bedekt te worden. Als kind is het dan, ja, eng. Maar als je een beetje ouder wordt, dan volg de pangi, de gipangi. Wat zijn de verschillen eigenlijk van de gipangi in Nederland? En wat zijn de verschillen in de gipangi in Suriname? In Suriname word je niet gemeld dat je pangi kreeg. Hier weet iedereen dat je een feest zal hebben. Dan zie je dat het erfgoed eigenlijk dynamisch wordt. Je hoeft niet meer te melden, maar er wordt een feest georganiseerd en je bent van op de hoogte. Vroeger was dat niet zo. En je wordt, vroeger was het dat je dan gelokt werd. Door je tantes, je moet een boodschap komen doen. En terwijl iedereen op je wacht, om te kijken wat er gaat gebeuren met jou. En dan is het een verrassing. Op die dag ben je volwassen. Je krijgt een pangi aangetrokken. Je krijgt verschillende pangies om te zien dat jij dan die vrouw bent die wij, want de familie praat voor jou, de zussen van de vader, je tantes, je oom, je oma. En iedereen is erbij betrokken om het verhaal van jou te vertellen. Als je kijkt daar, dan zie je dan hetgeen wat ik net heb verteld. De Aka, de Bungadu en de Ninsiki. Die zijn met elkaar verweven. Maar als de mensen, want als je kijkt nou, de mensen zijn dus eigenlijk in de kerk gegaan. En een stukje van de Bungadu komt niet meer naar voren. Ninsiki komt niet meer naar voren. En dan hebben we zien het verbrokkeling eigenlijk van onze cultuur. Volgende. Hier heb ik ook al over gehad. De Gikwee. De inwijding. Gipangi bij meisjes. Het is eigenlijk de stap. De stap naar volwassenheid. En als we kijken bij 16 tot 18 jaar hebben we dan de Gangkwe, Uma, bij je nou. En je krijgt nu vandaag je pangi. Kan je even verder gaan? Zo, we hebben hier verschillende soorten pangi. Waar komt eigenlijk die pangi vandaan? We zeggen pangi, pangi, panje. Komt van het woord panje, uit de Franse term. En dus dit was niets anders dan dat het al in 1770 hadden de mensen, de 18e eeuw al. De 19e eeuw is er verandering gekomen in de pangi. En we hebben dan dus de begrippen zoals de lalapangi. De lalapangi gebruiken wij als bijvoorbeeld iemand sterft. Dat zoomen we die naam. We hebben de gipangi,
is een ceremonie van de jonge vrouw. We hebben Pangyuman, dat ben jij straks. We hebben de Pangyining, dat wil zeggen bij zo'n gelegenheid geef je een naam aan die Pang. De Pangy heeft een grafische ontwikkeling gemaakt. Dit zijn de Pangy's nu. Maar hoe was die Pangy vroeger? Als je hier kijkt, dan zie je daar een vorm. Dat is die eigenlijk de wijze waarop het vroeger genaaid werd. De vrouwen kregen Pangy om voor de deur te zitten op een bank. En je kreeg garen, een bol garen, en je moest gaan naaien. Dat was de Pangy vroeger. Maar nu zie ik van, jonge meisjes kunnen geen Pangy meer maken. Als je ook een man had, je had de Pangy gekregen, hij had een man, zorgde je ervoor dat je een Pangy moest naaien voor die man. Ik kan 100 bij 130. Het is belangrijk om te kijken, wat zit aan de onderkant van je Pangy? Hoe is die naad? Hoe is het afgewerkt? Want wanneer je ook binnen kijkt van je Pangy, is het wel belangrijk dat je eentje op een Pangy aanneemt. Ja? Ik laat zien hoe die Pangy wordt aangetrokken. Je kijkt naar die twee naden, halve slag, en je moet kijken dat het sluitend is. Is het klein van je voor mij? Even opletten. Kijk hoe belangrijk het is dat je Pangy, hij moet sluitend zijn, hij mag niet lulu zeggen. Ja? Even niet wie, is het wel belangrijk om te kijken. Ja? Het touwtje van de man is aan de linkerkant. Van de vrouw is aan de rechterkant. Dus dat is ook belangrijk. Het verhaal. Ga even verder. Het verhaal is belangrijk. Het zijn symbolen die je ziet. Vaak genoeg de bloem. Vaak genoeg de bloem. Oh, kijk, daar zie ik de bloem. En het is daar. Dus, als ik kijk daarboven, dan zie ik dan de Rastapangi. Dat is dan die kleine pannies die je ziet. Is dan eigenlijk de Rastapangi. Op dit feestje had ik de Pangy een naam gegeven. Het kan van blad gemaakt worden. Soms bij de oude tradities of in het binnenland, als er dus bepaalde rituelen ziet, dan zie je mensen een Pangy aantrekken van bananenblad, gemixt met een rietblader. Maar vaak genoeg hebben wij dat nog niet. Ik al niet. Ik heb het nog niet in Nederland gezien. Hebben jullie het misschien gezien in Nederland? Dat men ook bananenblad aantrekt? Nee? In Suriname wel? Ja? Heeft het te maken met een of andere windy ding of zo? Wie weet het wel? Tante Ibeshitaki de Beweer Bananenwiri. Heren, hebben jullie het ooit gezien dat er in het binnenland een bananenblad wordt aangetrokken? Maar heeft het te maken met een traditie of zo? Ik zou zeggen bedankt voor jullie aandacht. Er zijn... Yeah, boy, thank you, no.
zijn. De William, de William, de William, de William. Ja, we pakken alles maar wat je body. We fristeren familie naar Brian. Ja, today. Je bent wat stap, je kwam vol was een pro. Wat pidje oma. Maar je zegt arke je man en je pa eten. Ja, de kan wipi eten ote de wani. Ja, maar ik wens je vooral succes. Wijsheid vooral. En gezondheid. Wai bali paya, no? Bye! So, jong was een passie. Return. Zat wat? Ja. Yeah. Yeah.
Lekker van body en neepa. Mooie oro, mooie shitty. How now, jongens in life. Je zei, was sunny good. Bye.
Happy day, 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 happ
There's a reason in love in there. Allah sama. Iedereen.
Thank you.
Come on, come on.
Thank you.
Ja, namens de organisatie
Net de eerste rij met de stoel, de EFD's maken voor de tas even. Om meer ruimte te maken. Zou wat dat je de voor de stoel? Ja. Ja, man. Yes, sir. So boy, but I'm a sure dance is so, so elite. My baby, my baby, look on a peck of dollar, so my for thing a word of Godolo. Look on a make a petal. So my for thing a word of Godolo. Godolo, like on this say, no, no, then. We'll prate, so look on a make a skating here. Buketi, Anna Godolo. Buketi, Nana Kotika. Okay. Pocatinas. Kijk, we gaan hier even een scheiding maken. We maken een scheiding zo. Ja. Maar we praten eerlijk. We praten eerlijk. Leider. We zitten, we zitten. Ja. Godolo. Anna Pocatin.
Pede manegrede.
Ataki la bala bala la bala paye la bala paye. O sabe sao que tem para ter, né? Nasha ya dubi, 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 nasha ya dubi
Bendita y pica marpa. Oh,
Why Bali Bayano? Should be you hear this game?